bel. Pakketje. Schaatsje niet nodig, want ze hebben er een mooi reepje gemaakt. Zo, dat is leuk. Leuke verpakking. Komt leuk binnen zo. Plasticje omheen. Ik heb hem toch nog nodig. Aan het uitpakken. Uitpakparty van mijn Amazfit Sportwatch. Helaas krijg ik hem binnen op het moment dat mijn fiets in een reparatie bij de fietsenmaker is. Dus ik kan hem niet gelijk in de praktijk uitproberen, maar ik kan hem natuurlijk wel even configureren en alles. Nou, ziet hij er mooi uit? Hoppa, daar gaat hij al. Oeh, hij is wel mooi. Oeh, hij is wel heel mooi. Potverdorie. Wat een mooie. De oplader. Daar hebben we. Hier gaat een micro USB in. En dan klik je hem zo op de watch. De kabel zelf. De mini handleiding. Nou. Hier moeten we een vergrootglas bij pakken. Dat gaat niet makkelijk worden. Maar misschien hebben we het niet eens nodig. Nou gaat het erom. Hoe groot is die? Nou, dit valt mee, hè. Hij is goed in gewicht. Dat wordt een... Cool. Alles wordt bediend via de. En dit is. Daar hebben we deze bij nodig. Dat is de lader. Of deze. De drie puntjes. Overeenkomen met deze. In. Het mooie moment. Deze. Het opstarten duurt wat langer. Ik weet niet of hij nou GPS aan het zoeken is. GPS-signaal, misschien dat het daarom wat langer duurt. Laat ik hem er maar eens even afdoen. Het duurt maar een beetje te lang. Ik neem hem even mee naar buiten. Nou, ik ben even naar buiten geweest. En inderdaad, daar pakte hij het signaal. En gaf hij aan less than 5 minutes. Dus we doen hem nu alsnog weer aan de lader. En hij geeft nou precies aan. Lader 2%. En hij staat nog op AM. Dus we moeten hem straks nog even instellen. Nou, transreflecterend beeldscherm. Ik zal de lamp, die zal ik er eens even bovenop zetten. En dan zie je vanzelf al dat het beeld veel helderder wordt omdat er licht op komt. Dus dit is als de horloge op de afstand staat. Dan is de helderheid van het beeld een beetje afhankelijk van de lichtinval. Nou, dit is in een donkere omgeving, 's avonds. Kun je je voorstellen dat overdag in de zon ligt, dat je toch een helder beeld hebt. Nou zie je hem niet. Twee lampjes aan. Even nog even over de handleiding. Het is in drie talen. Engels, dat wordt dan mijn taal. Italiaans en Russisch. Zoals vaak
Het is dit keer niet in Chinees. Het gebeurt vaak dat je alleen in Chinees krijgt. Dus we kunnen het in Engels kunnen we een heel stuk vooruit. Het is natuurlijk wel weer zo, die lettertjes. Daar heb ik echt deze bij nodig. Gisteravond hebben we hem opgeladen. Het stickertje eraf gehaald. En dan ga ik hem eigenlijk voor de eerste keer echt opstarten. Het is aan de knop aan de zijkant. Oh, kijk, daar begint hij al. De weergave is transreflecterend. Dat betekent, hoe meer licht erop komt, hoe beter je hem kunt aflezen. Nou even, oh kijk, nou is die. Nou, dan moet ik hem denk ik. Nou pak ik de mobiel erbij. En dan ga ik naar de app Amazfit. Gedownload via de code. Kijk wat hij zegt. Make an account aan. Selecteer land, regio. Nederland aanbevolen, prima. E-mailadres in. Erik.com. En wachtwoord. Vul de verificatiecode in. 803. Als je alles goed ingevuld hebt, ga je op registreren. Succesvol geregistreerd. Voer uw persoonlijke informatie voor een nauwkeurige analyse. Oké. Bijnaam als schotgeslacht. Zou dat maar als man doen. Geboortedatum. Och jee, het jaar ook nog. Gaan we terug, back in time, naar de vorige eeuw. Oké, lengte doen we 1,86. Ik hoop niet dat hij om het gewicht gaat vragen. Opslaan. Och jee, gewicht vraagt hij ook nog. Nou, weet je, we houden het maar gunstig aan. Ik doe de laatste meting, half jaar geleden, 104, opslaan. Activiteitsdoel, dan hebben we 8000 stappen, lijkt mij prima. Opslaan. Target categorie, ja, dat laat ik maar staan op 300, dat zegt mij eigenlijk niks. Target sleep, ja, ik slaap niet zoveel. Dus dat ga ik het liefst veranderen naar 7. Opslaan. Klaar. Stappen tellen via de telefoon, het is nog in het Nederlands. Oké. Dat verbaast me, ik dacht we gaan voor de Engelstalen. Gebruik de fitnessgegevens van de telefoon als de band niet verbonden is. Wil je toegang tot de foto's? Ja. Geef toegang tot de locatie. Nou, dan doe ik hem natuurlijk op cycling. Helaas heb ik mijn fiets niet. Start en dan. Geef toegang tot de locatie. Ja, dat moet je nog even bevestigen. Toegang geven? Ja, natuurlijk. Toegang. Dan gaat hij van het Yishang Park in China. Nu gaat hij de GPS, loop ik even naar buiten, een momentje. Hij heeft hem al, dat is grote klasse. Oké, dit is de homepage. Hier zie je het nou, de stappenteller, gewicht, de slaapscore, nou dat hebben we nou nog niet nodig. De heart rate, is nog geen data available. En de dual tracker, no data generated by the... Geen gekoppelde apparaten, tik om te koppelen. Nou, dan gaan we daar naartoe. En dan moeten we natuurlijk een... Oh shit, wat heb ik nou gedaan? Een horloge koppelen. Dan vraagt die watch weer met een... De horloge met een QR-code, ja. Nou, kijken we of die deze kan herkennen. Hij pakt de QR-code, is connecting. Nou gaat hij echt de verbinding maken en nou zie je het horloge dat hij vraagt of we... de pairing-code, 958. Nou zou je hem dus moeten koppelen, connecting. Hier zetten we nog even op akkoord. Nu geeft hij melding restore user data. Wilt u de restore de user data en account info to the watch? Ja, dat denk ik maar, hè. Restore. En dan gaat hij pairen. Hij gaat de data synchroniseren met de horloge. Houd het telefoon dicht bij de horloge. Toestaan. Ja, dus toestaan, de bovenste dit keer. Contacten ook toestaan. Ja, allemaal.
Amersfit. Lauwe notes, ja. Turn-on, dit keer. Toegang tot meldingen, hier activeren, toestaan. Nou, het is nogal wat, hè. Which hint would... Oké, dan gaan we verder op de... op het horloge. Welke hand wilt u het horloge dragen? Nou, ik ga voor de linker, dus dat is left. Oh, dan gaat hij trillen. En ook gaan we verder, denk ik, met het configureren van de watch. 0441, oké, hij staat dan waarschijnlijk op Engels formaat, AM, PM. Dus moeten we dat nog even veranderen. Nou, ik ga even verder met configureren. Dan moesten we, denk ik, hier in dit scherm, backlight disabled. Nou, daar wil ik eigenlijk wel aan. Dus hij doen we nog een keer. Oké, nou geeft hij aan in hoeverre de backlight. Ik heb hem nou op 4, 5, 5. Nou, ik hou hem even op 5. Dit is de configuratie, settings, connection, wifi. Ja, dan heb ik ook nog wifi aan boord. Searching en schot wifi, dat is de goede, laten we die maar doen. Please input password in de Amazon Watch app. Oké. Kijk, deze hebben we nou tevoorschijn. Watch Face Store, dat is waarschijnlijk de verschillende displays die je kan krijgen voor de horloge. En je kunt ook nog eigen maken. Nou, dit laten we voorlopig even. Het moet niet te moeilijk maken voor deze man. App settings. Sports. We gaan gewoon maar even vanaf het begin. Real time. Buiten hardlopen, lopen, trillen, lopen, buiten fietsen. Buiten fietsen. Dat is voor het buiten fietsen. Nou ja, buiten fietsen is eigenlijk de enige sport die ik doe. Trail running, dat is leuk als je GPS'je wil inladen. Dan kan je dat via de trail running weer nalopen. Waar zijn we? Oh, de weather. Dan moeten we ook natuurlijk even weten dat ik in de Kruidenwijk woon, hè. Wierden. Oké, Wierden kan, hè. Het is wel gek dat Wierden erop staat. En Nijverdal niet, hè. Ik draag het horloge nu 2 dagen. Eén keer aan de lade gehad. Dus één nacht. Nou, het bevalt eigenlijk prima. Het horloge is niet te dik. Dus het valt goed om de pols. Afleesbaarheid. Buiten prima. In de buitenlucht, dus vooral met zonlicht. Door het reflecterend scherm. Binnen overdag zonder licht. Zonder extra licht is het binnen moeilijk af te lezen. Dat is tot nu toe het enige nadeel wat ik ben tegengekomen. Muziek is geïnstalleerd. Dat doen we door... Nee, we zitten hier in de sportmodus. Die heb ik helaas nog niet kunnen uitproberen. Dat is eigenlijk waar ik hem voor gekocht heb. Maar mijn fiets is nog steeds defect. Dus daar laat ik nog een update van komen. Het weer... Dat is heel makkelijk om de weersvoorspelling bij je te hebben op de telefoon. Hartslag, monitor. Hier heb ik even mee geworsteld. Bluetooth, verbinding maken met de muziek. Ik heb het nu voor elkaar. Met een zware jongen. Dat moet ik dus nog even veranderen. Even kijken hoor. Nou, dus ik heb nu inmiddels een Bluetooth connectie. En als ik hier op play druk, dan hoor ik perfect... De muziek in mijn koptelefoon. Dit was de hard monitor. Dat zijn de calorieën. Dat zegt me niet zoveel. Het weer. Als ik daarop klik, dan kan je ook weer de details krijgen. Oh ja, je moet het even ophalen. Dat zal hij waarschijnlijk via de wifi doen. 25 graden, 13 graden. Half bewolkt. En voor morgen nou is het 18. Nou, nou zitten we weer in het weekoverzicht. Hier heb ik inmiddels een nieuwe face, watch face, een nieuw gezichtje. Daar kun je ook kiezen uit standaard 12 verschillende. Maar het mooie is, je kan ook nog je eigen gezichtje, je eigen layout maken.
Dit is het instellingsscherm. Nou, hier kun je de backlights regelen. Ik laat hem standaard even op 5 staan. Want ik heb toch al niet zo'n goed zicht. En hoe je het nou keert of wendt, een horloge heeft toch... de letters blijven klein. Dat heeft natuurlijk met het scherm te maken. Algemene instellingen. Nou, dat is heel uitgebreid. Connectie, ik heb hem op 2 manieren. Via de Bluetooth en via de wifi. Hij kreeg de wifi... wifi-paswoord kreeg hij van de mobiel. Dus de app op die mobiel is wel noodzakelijk bij dit horloge. Ik heb net even alle berichten bekeken en er staat dus geen notification. Het is ideaal. Je kunt niet echt de berichten lezen, maar er komt wel een tip dat er een bericht is binnengekomen van Strava of van Gmail, whatever. En hier, daar komt nog een keer een apart hoofdstukje over. Over de echte functie van het horloge, een sporthorloge. Oké, erg blij mee. Tot zover de update.